Het Erasmus MC Sophia en Feyenoord onderhouden sinds 2003 een vriendschappelijke band. Zo zijn wedstrijden van Feyenoord altijd live te volgen via alle tv's in Sophia. Ook komen de spelers één keer per jaar langs in Sophia. In de centrale hal van het kinderziekenhuis is er dan één groot feest. Robin van Persie! De kinderen kunnen een balletje trappen met hun favoriete speler en maken ook een praatje. De Feyenoorders gaan ook afdelingen op en bezoeken patiëntjes die niet van hun kamer kunnen. Wat blijft jou het meest bij aan je bezoek aan Sophia? Vooral hier, weet je, hier zijn de kinderen, ja, ondanks dat ze ziek zijn, wel vrolijk. Ze zijn blij dat wij er zijn en dat geeft wel energie. Lubna, wat vond je ervan dat Feyenoord is langsgekomen? Ik vond het heel leuk. Het is ook heel leuk voor de patiënten, want dan vergeten ze even dat ze ziek zijn. Het is een leuke afleiding. Ja. Hey Dario, wie is jouw favoriete Feyenoord-speler? El Amadi. Dat is toevallig, want je hebt hem net geïnterviewd, toch? Ja, klopt. Hoe ging dat? Ging hartstikke goed. En wat voor vragen heb je hem zo al gesteld? Ja, wat zijn favoriete voetballer was. En? Messi. Jouw laatste vraag aan Karim was of hij volgend seizoen nog bij Feyenoord speelt. En? Ja, hij zegt ik heb nog een 1 jaar contract bij Feyenoord en we zullen zien. Wat hoop jij? Ik hoop van wel.